Dynamax Cannon? Wat is dit voor een move? Nee joh. Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army, wil je ook lid worden van de Rikachu Army? Druk op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, dus kan gewoon. En voor nog meer Rikachu, volg me op socials en op Twitch en kom gezellig in de Discord server jongens. Wij gaan even verder met Pokémon, we hebben in de vorige aflevering Chairman Rose verslagen en we mogen nu naar het dak. En op het dak gaan we de Pokémon Eternatus tegenkomen. Eternatus is de legendarische Pokémon en ik heb me al een klein beetje ingelezen over deze battle, dit wordt epic. Dit wordt echt epic. Kijk Leon hier dan staan met zijn Charizard. Het is muisstil. Het is doodstil. En daar is hij. Eternatus is wakker gemaakt door alle powerplants, door alle krachten die in Galar zijn. En Leon vraagt, kom je me helpen? Ondanks al het gevaar. Dankjewel Hop, dankjewel Rikachu. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn gegroeid. Maak je vooral geen zorgen. Lijkt erop dat de kracht van Eternatus ervoor zorgt dat mijn Pokémon niet kunnen Dynamaxen. Maar dit was alsnog een hele toffe tijd deze battle. Charizard en de rest van mijn kampioenenteam, die hebben Eternatus nu al dusdanig verzwakt en nu kan ik hem simpelweg gaan vangen in een pokeball? Dude, op deze mega draak ga jij een pokeball gooien? Je mag toch beter aankomen met een ultrabal of zo? Leon zegt, aanschouw. Dit wordt een waardige kampioenen catch. Dude, jij gaat serieus een pokeball gooien op Eternatus? Nee joh. Nee joh. Kijk, we gaan... Ja hoor. Het is echt een pokeball. Nou, succes ermee dan. Laten we kijken. 1. Hallo? Hallo? Oké. Oh, snap. Ja, dag pokeball. Je gaat toch geen legendarische super Pokémon vangen in een Pokéball? What? Kijk hem. Holy crap. Dit wordt onze battle met Eternatus. En dit wordt epic, jongens. Nogmaals, ik weet wel een klein beetje wat er gaat gebeuren. Let's go. Ik heb Toxtricity voor gezet. Hij doet Dragon Pulse. Oh man, hij gaat mijn team slopen. Doe Poison Jab. Hoppakee. It's not very effective. Lekker dan. Oh man, nee, 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 nee. Hij is veel te sterk. Hij is veel te sterk. Dragon Pulse. Oh, mijn arme Toxtricity. Oké, Grimmsnarl. Jij bent de volgende. Oh man. Cross Poison. Alles. Oh, super effective dingen. Come on. Draining Kiss. Doet het pijn? Ja, niet zoveel. Volgens mij gaat Eternatus mijn team zo hard kapot maken. Flamethrower heeft hij ook nog. Hij heeft ook nog zo'n beetje de beste Fire-type move. Holy crap. Lekker, Grimmsnarl. Je overleeft het vooralsnog. Lekker bezig. Doe maar nog een keer. Ja, oké. We hebben hem voor de helft down nu. Wat je moet weten, is dat je Eternatus nu nog niet kan vangen. Dus je kan hem nu net zo goed kapot maken. Als dat tenminste lukt. Dat is de grote vraag. Ik heb geen idee of het gaat lukken. Zijn flamethrower. Oh, au, 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 au. Dat betekent dat ik Rillaboom ook niet kan gebruiken aangezien die flamethrower heeft. Oké, Colossal. Jij bent de volgende. Dynamax Cannon? Wat is dit voor een move? Nee, joh. Deze Pokémon is sick sterk. Het is niet normaal. Dragon Pulse eroverheen. Hij maakt heel mijn team kapot. Hij maakt heel mijn freaking team kapot. Dit is niet gezond meer. Ik ben echt benieuwd of ik hem ga kunnen verslaan, jongens. Oh, Cross Poison. Oké, we overleven het. Brick Break. Hij heeft nog 1 HP over. Kijk, normaal gesproken zou je nu een Pokéball gooien. Maar doe dat niet. Gooi geen Pokéball. Dragon Pulse. Volgende Pokémon is dood. Oh man, waarom ben je zo overpowered? Oh, komt hij weer met Dynamax Cannon? Nee, niet deze move. Dit is toch geen normale move meer, man. Ik kan hem in ieder geval verslaan. Ik heb er wel echt 5 Pokémon voor nodig. Maar oké, het is niet normaal dit. Kijk hem dan. Hij is down. Althans, dat dacht je dat hij down was. Maar kijk hem. Hij wordt alleen nog maar sterker. Dit is toch niet normaal? Daar sta ik dan in mijn Shuckle shirt, joh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar het is insane. Hij lijkt wel op een of andere Mega Rayquaza of zo. Kijk dan. Dit is toch niet meer gezond, joh. Hoe moet ik dit battelen? Zijn mijn Pokémon nu alweer geheeld ook? Of moet ik het nu met Rillaboom gaan doen? Want dat gaat echt niet lukken. Eternatus. Daar is hij. Oké, mijn Pokémon zijn geheeld. Toxtricity is weer terug. En Hop zegt, wow, dit ding is gigantisch. Laten we samen gaan vechten. En hij doet dat ook gewoon echt met een dubwoel. Helemaal gestoord. We kunnen nu gewoon geen moves gebruiken. We kunnen gewoon niks doen. En Hop zegt, ik was vergeten. We hebben dat zwaard en het schild natuurlijk gevonden in de Slumbering Wild. We kunnen nog steeds niks doen. Hop zegt, Rick, gebruik dat zwaard. Het mag er wel oud en verroest zijn, maar we moeten dit gebruiken. En we zijn terug in de Slumbering Wild. Er gebeurt hier iets. Ze komen eraan, hè? Session? Samazenta? Where are you at? Oh, wat gebeurt hier dan? Wat is dit? Ja!
Daar zijn ze! They are back, Zacian en Zamazenta. En natuurlijk ben ik weer de vraag van de dag vergeten, jongens. Holy crap! Daar zijn ze! Zacian en Zamazenta. Zij gaan ons helpen. Tegen Eternatus, kijk. En daar gaat het schild en daar gaat het zwaard. Ja hoor, ze gaan het gebruiken. Want ze zijn natuurlijk nog niet in hun true form. Je zag het. Ze zijn nog in een soort van oude vorm. En nu, ja kijk, nu krijgen ze de krachten van het zwaard en de schild. Dit is zo vet. En deze muziek is zo tof. Wat een freaking moment is dit. Kijk, ze staan. Zo tof. Zacian en Zamazenta. Hoppa, daar zijn ze hoor. Helemaal ready. Let's go. Laten we gewoon met z'n allen gaan battelen nu tegen die freaking Eternatus. Want die gast, ik weet niet wat het voor zieke Pokémon is, maar man. Kijk ons dan staan, jongen. Met z'n vieren. Dit is zo tof. Kan ik nu al gaan aanvallen? Ik wil hem toxic. Ik wil hem vergiftigen. Zacian gebruikt Howl. Oh, nice. En daarvan word ik sterker. Oké, cool. Het is nu gewoon 4 tegen 1, jongens. Als we dit niet kunnen winnen, 4 tegen 1. Zamazenta doet lightscreen. Oké, dus we zijn nu geboost en we zijn ook iets beter verdedigd. Wat doet hij? Max Murmwind? Wat is dat? Oh, dankjewel. Ook precies op mij. Ja, top dit. Toxic werkt gewoon niet. Oh, man. Ik dacht al dat het niet zou werken. Ik wilde het toch proberen. Maar ik kan in ieder geval wat gaan doen. Dus ik ga gewoon even overdrive doen. Zacian doet Behemoth Blade. Oh, dit ziet er ook wel aardig uit als een ultimate attack, jongen. Bam! Keihard, jongen. En Zamazenta doet Bash. Het Behemoth Bash of zo? Dat is ook zijn ultimate attack. Wow, super dope. Hij doet weer of een of andere super aanval. Nu op Zacian, ja. Die is ook echt super effective. Oké. Nu ga ik hem wel raken met overdrive. Oh, maar dat doet echt zo weinig damage. Double doet double edge. Die is lekker zichzelf ook aan het damagen. Ik ga even Pokémon wisselen. Ik ga even naar Colossal. Zacian gaat weer Behemoth Blade doen. Ja, dit is wel echt een toffe aanval, jongens. Ook echt sterk. Kijk dan, bam. Doet echt lekker veel damage. En Zamazenta gaat er weer achteraan, hoor. Kijk. Hem. Ook wel een baas hoor. Hey. De ultieme baard Pokémon. Ik vind hem tof. Ik vind misschien Zamazenta nog wel toffer dan Zacian. In ieder geval, ik heb mijn vraag van de dag toch even veranderd. Mijn vraag aan jullie is, heb je een Eternatus in je team? Heb jij deze Pokémon in je team gedaan? Of vind je hem te OP eigenlijk? Dat kan natuurlijk ook. Dat je hem te sterk vindt en dat je daarom deze Pokémon niet in je team doet. Ondertussen krijg ik weer lekker een tikkie op mijn bakkes. En doet dubbel weer double edge. Ga ik maar even voor de ancient power, denk ik. Zacian, jongen. Zacian sloopt hem helemaal. Eigenlijk doet Zacian bijna al het werk, jongen. Lekker hoor. Zamazenta gaat ook lekker door. Duurt weer die bash attack. Bam! Nice. En hij is al in het rood. Hij is al in het rood. Je moet hem trouwens helemaal verslaan om hem te kunnen vangen. We kunnen hem nu niet vangen. Daarvoor moeten we hem echt verslaan. En hij gaat weer Max Murmwind doen. Ga je die op mij doen? Nee, die doet hij op dubbel. Oh, arme dubbel is down. Not dubbel, no. Hoppakee, ancient power. Ik doe hem helemaal geen pijn, joh. Ik doe hem helemaal geen pijn, echt. Zacian en Zamazenta doen al het werk. Eternatus doet Max Flare. Oef. Die doet hij op Zamazenta. Ik hoop toch niet dat ze down gaan. Snorlax doet high horsepower. Oeh, Snorlax loopt hem gewoon bijna. Dan ga ik weer ancient power proberen, jongens. Het ziet er gewoon uit als zo'n gigantische grijpklauw of zo, jongen. Ik zie zijn hoofd geen eens. Ik zie geen eens het hoofd van freaking Eternatus. Dan gaat hij weer. Max Murmwind. Nee. Laat mijn Colossal nou met rust. Oké, mijn Colossal overleeft het. 8 HP over. Dan zou het mooi zijn, Colossal, als jij hem nou weet te slopen. Come on, ancient power. Nee hoor, nee, nog steeds niet. Snorlax gaat hem nakken. Lekker Snorlax. Hoppakee. GG. Ja, eigenlijk mag Hop hem nu vangen. This is it. Pikachu, probeer Eternatus nu te vangen. Oh, ik mag hem vangen van Hop, terwijl Hop hem eigenlijk verslagen heeft. Nou, goed om te weten is dat je hem in elke Pokéball kan vangen. Dus je kan gewoon je favoriete Pokéball op Eternatus gooien. Even denken hoor. Welke bal vind ik tof? Ik vind die levelbal eigenlijk wel nice. Die zie je niet zo heel vaak. Dus ik gooi gewoon een lekkere levelbal op Eternatus. Ik ga hem met deze Pokéball vangen. Je kan je mooiste Pokéball uitkiezen. Want we gaan hem sowieso vangen. Daar komt hij. Kom op. Dat gaat wel moeizaam. Maar uiteindelijk gebeurt het. Hoppa. Nice. Boom. Ja. We hebben Eternatus. Maar dit is dus een guaranteed catch. Dit gebeurt sowieso. Je moet deze battle dus op deze manier doen. En zo vang je Eternatus. Super vet. Kijk, een Zacian. Zamazenta. Die staan er ook even bij. En die duiken weer richting de maan, richting de zon. Die gaan er weer vandoor.
Wat een bazen. Ik vond dit gevecht echt zo onwijs vet. Gewoon dat Zacian en Zamazenta je gewoon komen helpen tijdens deze battle. Het is inmiddels 3 dagen later en we zijn weer lekker uitgerust in het hotelletje. Helemaal ready in mijn Shuckle t-shirt. En iemand zegt, oh, dus Chairman Rose heeft zichzelf aangegeven? Ik had nooit verwacht om dat ooit mee te mogen maken. Hij heeft Eternatus wakker gemaakt en bijna de hele regio kapot gemaakt. En je oogst wat je zaait. Nou, inderdaad, dat is een goede levensles, jongens. Karma dingen zijn dit. Hop zegt, ik weet niet van jou, maar ik heb echt super lekker geslapen. Iedereen praat nog steeds over wat er gebeurd is, maar gelukkig zijn alle dingen weer terug naar normaal. En we hebben Eternatus dus echt samen verslagen met Zamazenta en Zacian. En Lee, nou, die is nog steeds Lee. Hij wil nog steeds de championship match met jou doen. En Hopsa vraagt, het is wel een beetje veel. Ben je nog ready? Ik weet niet eens of Liam wel ready is. Hij heeft best wel een tikkie opgelopen tijdens al deze shit. Het lijkt wel alsof het voor altijd heeft geduurd om jou en hem te zien in een serieuze match. Dus kom op, de match zal in Wyndham Stadium zijn. Waar anders? We mogen naar Wyndham Stadium, jongens. We mogen dan nu toch eindelijk de final match gaan doen. Kijk, iedereen is hype. At least, de final match. Challenger Rikachu. Iedereen juicht voor ons. Iedereen vindt het tof dat we het nu eindelijk gaan doen. En we gaan er naartoe. We gaan naar het stadion, jongens. Naar Wyndham Stadium. Daar in de verte ligt het. Daar gaat de battle plaatsvinden tegen Liam. Het heeft even geduurd. We dachten al 3 keer dat die battle plaats zou gaan vinden, maar 3 keer heeft die niet plaatsgevonden. Ik ga nog eventjes wat dingen kopen hier in de Pokémarkt. Want misschien heb ik toch echt wel wat dingetjes nodig nog. Een aantal Max Potions. Ja, dat is denk ik wel nuttig. Ook wat Hyper Potions kan ik wel weer gebruiken. En eigenlijk de grote vraag is, nu we Eternatus dus hebben gevangen, moet ik Eternatus in mijn team gaan doen voor deze final battle? Ik denk wel dat het allemaal wat makkelijker maakt. Want ik denk dat Orbeedle toch echt een beetje te low level gaat zijn voor die laatste battle. Dus ik ga Orbeedle eigenlijk gewoon wel vervangen met Eternatus. En hier staat hij, jongens. Eternatus! Die gaan we gebruiken in onze final battle. De championship battle tegen Leon. Ik heb er onwijs veel zin in om eindelijk Pokémon kampioen te gaan worden. Ik hoop dat het lukt. Wil je dat zien? Abonneer even op dit kanaal en doe dat blauwe duimpje omhoog. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon, zoals altijd, bij de volgende video. Mazzel!